dat moet je niet doen wat je nu... Ah, het is ondertussen tijd. En nu, eindelijk, nou, ik ben enthousiast. Mama doet een beetje recht tegen. Maar het doet zo lekker slim vandaag. Ik heb weer echt citroen zitten bingwatchen. Goedemorgen, het is vrijdag en ik ben zo lekker wakker geworden, want ik kon uitslapen en daar hou ik echt van. Ik ben ook best wel laat naar bed gegaan, maar dat maakt niet uit als je kan uitslapen. Ik moet alleen gaan douchen, maar kijk, ik heb dat tape nog, gaat het loslaten. En ik kan het natuurlijk ook daarna afhalen, maar het blijft zo lang nat. Maar ik krijg het natuurlijk zelf op mijn rug niet af. Je moet het rollen. Dus ja. Tot dit. Maar. Ik denk dat ik zelf vraag met de kleine vingertjes. Die is net naar beneden gegaan. Dus dat ga ik denk ik doen. De hulpdienst is gearriveerd. Maar Denise zou dat toch doen? Ja, maar Denise rende het gisteren niet. Mijn papa die was te fanatiek, dat deed een beetje pijn de vorige keer. Ik denk, Denise is heel voorzichtig en jij doet het echt heel goed. Ja. Het is op zich niet dat het heel erg vastplakt. Maar het laat ook niet heel makkelijk los, want dan zou het er natuurlijk niet op zitten. Jij meer. Doet het voor jou. Oh, maar, ja. Alleen, het is heel erg rekbaar. In je rug is natuurlijk een heel groot oppervlakte met huid. Dus als je het eraf trekt, door die rek, trek je gewoon heel je huid. Mama, doe ik het mee. Voorzichtig trekken? Ja, je doet het echt. Ja, je rolt het. Nee hoor. Ik doe het er gewoon afhalen. Zonder het te rollen. Nou, ja, ik weet niet. Dan zijn die kleine vingertjes gewoon... Dat moet je niet doen wat je nu... Ah, dat doet wel pijn. Oké. Je kan gewoon mijn dingetje omhoog doen, hè. Het is gewoon een hemdje, dat kan je gewoon omhoog doen. Ja. Maar het rollen is dat je niet zo aan het elastiek trekt. Dus echt... Ben je nog aan het rollen? Ja. Niet echt, je moet echt dat rolletje eraf halen. Echt meerollen. Au, 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 au. Dat doet echt pijn. Dan trek je echt mijn huid mee. Goed het rolletje meerollen. Dat je hem eigenlijk op mijn huid oprolt. Doet dit minder pijn? Dit doet minder pijn, zo. De eerste is eraf. Kijk, nummer 1 is eraf. Nu nummer 2. Moet ik even anders gaan liggen, denk ik. Zo, en... Zo, even mijn tent in. Ik kan jullie hem even laten zien. Ik heb... mijn knuffelbeest. Hier nog een. Hangen. Mijn andere knuffeltjes. Kistje met wat spullen. Boek. En dan. Rijstwafel met pindakaas en hagelslag. Super lekker allemaal. En leuk. Kussen. Lekker een kleedje nog erbij. En heerlijk. Ze ligt lekker te bellen met opa. En ik ga even ontbijten. Ik heb mijn gedusje aangekleed en opgemaakt. Ik heb alleen nog sieraadjes in. Zie ik. Ik heb deze blouse aan van French Connection. Broek Levi's. En laarsje Steve Madden. En ik vind deze qua kleur wel heel goed matchen. Alleen het is een soklaars. En het gaat bobbelen met mijn broek. Dus misschien dat ik mijn laarsjes zo nog wel even switch. En ik ga even sieraadjes in doen. Gelijk nog even wat leuke dingen gepakt voor Sarah. Voor in haar tent. Vandaag ga ik lekker noedels lunchen. Het is ondertussen tijd om mijn spullen te pakken, want we gaan zo naar zwemles. Ondanks dat het Goede Vrijdag is en de scholen dicht zijn, gaat zwemles wel door. En daar ben ik ook eigenlijk best wel heel erg blij om. Ondanks dat het me qua tijd niet heel erg uitkomt. Maar ze hebben natuurlijk zoveel gemist dat ik wel echt oprecht blij ben dat we dan toch moeten. Dus ik ben mijn spullen aan het pakken en ik heb Sarah en een vriendinnetje net heel blij gemaakt. Want
Ik had van Sierra nooit toestemming of ze in beeld mag. En zoals iedereen ondertussen weet, doe ik dat nooit zonder toestemming. Maar ik heb net die toestemming gekregen. Ze is mij helemaal blij. Dan mag ze gewoon in beeld en hoef ik er niet omheen te werken. En dat vinden ze helemaal leuk. Dus nou, heb ik die meiden weer helemaal gelukkig gemaakt. En we gaan zo naar zwemles. En Sarah, de vriendinnetje Noah, die zit nu ook bij Sarah om dezelfde tijd op zwemmen. Dus daar was ze ook wel heel blij om. Dus al met al is het allemaal helemaal leuk. Echt fantastisch geweldig. En ik wilde eigenlijk mijn laarsje switchen. Ik had ze net even uit. Maar toen dacht ik, ja, ik heb er ook eigenlijk helemaal geen zin in om mijn laarsje te pakken. Dus het blijven deze. De Steve Madden's. Die ik dus wel heel leuk vind, maar lastig vind. Oh. Hallo dames. Mama. Sierra moet stiekem afkijken voor wie ik deze brief heb geschreven. Oh, heb je dat gedaan als je erbij was? Ja. Ja, dan moet je dat niet doen als ze erbij is. Dan snap ik dat wel. Ben je al helemaal klaar om te gaan, dame? Sarah? Sarah? Ja, ja. Ben je al klaar om te gaan? Nee. Zorg daar dan eens voor. We zijn in de auto. Oh, het is echt koud. Dus Sarah, als het weer te slecht wordt, dan kijk ik een stukje. En dan mocht ik daar ook een stukje in de auto op jou. Zorg wel dat ik iets van je zwemles zie natuurlijk. Maar dan doe ik het beide een beetje. Dan ga ik geen uur in de kou staan. Met omkleden en alles erbij sta ik anders een uur in de kou. 45. Ik doe er vaak 5 of 10 minuutjes over. Nou, je hebt daarvoor 5 of 10 minuten. Oh, het is open weer. Ik eerst even kijken of ik die kant op kan. 5 of 10 minuten voor de les, 40 minuten zwemmen en 10 minuten tot een kwartier daarna omkleden doe je erover. Dus dan sta ik zo'n uur buiten. En dat is koud met dit weer. Zwemles gedaan en het ging goed. En nu eindelijk echt vrij. En geen verplichtingen meer, geen school of zwemles of wat dan ook. Alleen maar leuke afspraken. Waarvan sommigen heel even in de twijfel staan. Maar waarvan ik wel hoop dat ze doorgaan. Ja, zoals en andere... Vera. Ja, moet even kijken hoe het met haar gaat. Maar dat, ja, dat moeten we afwachten. We zijn thuis en ik ga gelijk beginnen. Spaghetti. Dat is best wel een vast dingetje. Om altijd een spaghetti carbonara te eten. Ja, mag ik het stofzuiger en het wel? Ga je kamer zo mooi doen? Ja. Ik doe de spekjes en dan kom ik de stofzuiger naar boven. Ja, dat is nu toch naar het vinden. Oké, okay, nou wat een timing. Ik had tegen Sarah gezegd, mijn spek wil niet open, dat als er logeerafspraak doorgaat, dan moet de kamer helemaal netjes zijn. Dus Sarah zal naar de kamer gaan. Nou, ik ben enthousiast dat ze ook zoveel stof zagen zo. En dat wilde ik dan eigenlijk morgen gaan doen. Maar ze komt er zelf mee. Echt top. Eerst het spek er even in. Want als het spek erin zit, dan kan ik de rest dadelijk gaan doen. Oh, ik moet deze. Ik heb 2 manieren waarop ik hem maak. De een heeft Marco's voorkeur en de ander heeft Sarah's voorkeur. En mij maakt het niet heel erg uit. Ik ben in Zwitserland. Maar met Marco's manier moet ik de pasta gelijk opzetten met het spek. En met die ander moet ik dat dus niet doen. Dus dat is soms verwarrend, omdat het bijna hetzelfde gerecht is. Alleen in de ene zit een toevoeging. Ik kom het zo brengen. Dus als je vast opruimt, als je dan zo klaar bent, dan heb ik de stofzuiger boven gebracht. Oké? Okay? Ja. Dan kan je vast zoveel mogelijk vast vooruit doen. Nee, dat hoeft eigenlijk niet. Oh. Is alles al netjes opgeruimd dan van je vloer, dat er niks meer ligt? Nou, ik weet al een beetje hoe ik dat ga doen. Oh, maar toch zou ik het nu vast zoveel mogelijk doen, dan maak je het jezelf zo makkelijker. Maar je moet toch wachten. Ik ga in ieder geval zo weer lekker vloggen dan. Hoe ga je vloggen? Moet ik een beetje mijn camera uit? Ja, dat mag. Want iedereen mag toch zien hoe mijn camera eruit ziet? Natuurlijk. Jee. Mijn camera is super mooi. Zo, ik heb er net even gestofzuigd. Ik ben dan maar even lekker een muziekje aangezet. Even
extra even jas uit doen. Het begint nu wel heet te worden. Ja. Deze. Kom, nee, dan oortjes. Pleukie. Ja. Zo, op. En meneer zit dan. Nu moet je dan plekken. Zo. Zo gedaan. Oké. Nou. Dus de speelbladertjes, ja. Met bladertjes, ja. De pasta is klaar en deze goed opruimende dame is weer beneden. En papa is later, stuurde die net. Maar ik was al aan het koken, dus die warmt zo op. Mama doet een beetje gek tegen. Men doet zo lekker slim vandaag. Mama, eten. Ik heb zin in een feestje. Nou kijk eens, ik ga hartstikke goed hoor met mijn eten. Dit is mijn tweede bord al. Ja, dus maar ik kan niet zeggen dat ik niet eet. Ja, maar ik moet nog salade eten erbij. Ja, ik moet feesten. Mama. Ja. Stop met dat. Mama. Toen kwamen er heel veel boodschappen binnen. Wij gaan verder met de blacklist. Maar komt ze naar beneden? Maar ik ben echt benieuwd hoe lang je het volhoudt. Of we wel geteld in aflevering kunnen kijken samen of dat hij al in slaap valt. Want hij valt laatst het echt zo mega veel in slaap. Maar goed, dat vind ik eigenlijk stiekem ook niet heel erg. Want dan ga ik verder met de bold type. Ik zit er zo in. Ik vind hem zo leuk. Ik moet ook nog editen. Ik heb weer echt te lang zitten binge-watchen. Echt. Het is niet goed. Maar het is zo leuk. Nu snel mijn make-up eraf halen. Mijn gezicht was het aan het poetsen. En lekker mijn bed in. Lekker slapen. En ik weet dat de hooikoorts weer erg gaat worden. Want de pollen gaan zo oplopen. Dat las ik vandaag. Dus daar ben ik nu niet blij mee. Want dan gaat mijn make-up weer elke dag uitlopen. Ook van mijn tranenogen en zo. Ik moet echt die tape nog een keertje gaan doen. Maar goed, dat is nu niet het moment om erover te praten. Ik ga even opschieten en dan lekker slapen. Dus ik wil de vlog even afsluiten. Ik ga ondertussen even door, want het is te laat. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, abonneer je even door op de knop hieronder te klikken. En dan zie ik je morgen weer. Doei doei!